ik ga proberen in dit 20 minuten ga ik een beetje laten zien dat AI eigenlijk is de verlossing van de computer. Want als er iets is, we hebben 40 jaar ons aangepast aan de computer. We hebben de hele tijd met toetsenborden, muizen, schermpjes, klikken en dat soort dingen. En we hebben niet kunnen communiceren eigenlijk, over hoe wij het leuk vinden met elkaar te praten. En dan moet dit vullen, invullen, daar en dat doen en dit workflow hier. En eigenlijk zie ik als AI wordt de verlossing om dat niet meer te doen. AI is heel oud. Het is al van 1930 kwamen eigenlijk alle ideeën tevoorschijn. Toen is het geprobeerd 60, expert systemen. En nu zijn de computers eindelijk zo snel genoeg dat wij kunnen communiceren zoals wij willen. En wat blijkt nou? De 18 tot 24-jarigen die zeggen, wauw, dit is echt fantastisch. En het hele onderwijs is volstrekt in paniek. Want je kunt nu tegenwoordig niet meer zien of iemand zijn eigen huiswerk heeft gemaakt, een stuk heeft geschreven. En vroeger zeiden ze nog van, ja, we gaan even controleren of het al bestaat. Nou, bestaat niet, want hij schrijft alles overnieuw. Nou, dan kunnen we nog wel zien aan de manier waarop jij dat geschreven hebt, dat nog helemaal, dat jij daar nog niet aan toe bent. Dus nu zeggen al die scholieren, schrijf het als een 15-jarige en maak regelmatig dit soort fouten. Hier is een voorbeeld van een opstel. En er staan alle fouten en repeteer die fout. En nu is er geen enkele leraar die maar enigszins kan zien wie nou eigenlijk gewoon, of die het zelf heeft gedaan of niet. Vorig jaar, precies een jaar geleden, kwam er opeens dit ding tevoorschijn. An English class essay about race in To Kill a Mockingbird. In Harper Lee's To Kill a Mockingbird, the theme of race is heavily present throughout the novel. En iedereen was meteen plat, zeg maar. Goddorie, wat is dit in godsnaam? En alle studenten begonnen meteen stukken in te leveren binnen een maand. En de gratis versie is geweldig, leuk, inspirerend, kan heel veel dingen, maar maakt af en toe ongelooflijk domme fouten. Die verzint gewoon waar je bij staat. Bijvoorbeeld, geef een lijst van boeken van Vincent Evert, Trendwatcher. En dan heeft hij, joh, hier, The Internet of Women heeft hij geschreven. Blockchain, De Wereld van Morgen, Disruptie, hoe is Startup de Markt opgeschreven. Allemaal prachtige boeken die ik ontzettend graag geschreven had willen hebben. Maar ik heb nog nooit een boek geschreven. En 4.0, die zegt, welke boeken heeft Vincent even geschreven? En die zegt, ja, hij kan lullen als brugman, maar schrijven van boeken kan hij helemaal niet. Wat kun je er dan inderdaad mee doen? Het gaat erom dat je op een goede manier vraagt wat je nou wil. He, bijvoorbeeld, welke trends kan ik verwachten voor, en dan komt voor Rijswijk of voor, en dan zegt hij, nou, ik heb digitalisering, AI. En het belangrijkste is dat je daar goed mee omgaat. Het belangrijkste eigenlijk is dat je niet zegt, maak een plan, maar dat je zegt, vraag mij net zo lang alles wat je wil weten, totdat je genoeg weet om mij goed te adviseren. Ik wil graag dat jij een programma voor mij maakt. Bijvoorbeeld om alle energie van alle panden van Rijswijk, haal die eens op en maak er een mooi dashboard van. En dan gaat hij net zo lang en dan maakt hij meteen een programmaatje. Dit is ook de verkeerde manier om te doen. Hij moet eerst een heleboel vragen gaan stellen over wat wil je nou eigenlijk? Is het voor intern? Is het voor extern? Is het voor de Rijswijkse bewoner? Of is het voor intern? Dus dit zijn allemaal voorbeelden van hoe je het eigenlijk niet moet doen. Dit is wel een prachtig voorbeeld. Ik heb 3 e-mailtjes geschreven. Ik weet niet of jullie wel eens e-mailtjes schrijven. Hè? En dan moet je naar 8000 mensen. Deze heeft een salesman geschreven. Allemaal beloftes en werkelijk, er klopt helemaal niks van. En gewoon koop of ik schiet. Tweede is, die heb ik zelf geschreven, heel genuanceerd. En 3 is wat ChatGPT heeft geschreven. En ik vraag, hierbij 3 e-mails. Vergelijk die en analyseer ze op leesvaardigheid, leesbaarheid, geloofwaardigheid, moeilijkheid, juridisch, conversiepotentieel. En wat krijg je dan? Dan gebruik je de intelligentie en zeg, nou, deze eerste is redelijk, directe taal, overweldigend. Maar hier, juridisch probleem. Mogelijk sterke claims of rendement kunnen misleidend zijn. Hij analyseert al die e-mailtjes, zeg maar, langs verschillende dingen. Gewoon door het zo te vragen. Kijk, ik ga jullie een trucje laten zien, waardoor als jij hier iets intypt in Google, wat jullie allemaal gewoon doen, bijvoorbeeld geef de beste dit of dat, dan vul je dat in. Dan krijg je het antwoord van Google aan de linkerkant. Hier de 10 beste dit, 10 beste dat. Aan de rechterkant krijg je alles wat ChatGPT ervan vindt. En je kunt die twee, en dan zie je hier allemaal, linkje hier, linkje daar, linkje dat. En hier zie je keurig netjes alles gewoon geanalyseerd. En denk je van, oh, dat is handig. En dan zie je 10 keer per dag van hoe je die twee met elkaar vergelijkt. En op een gegeven moment ga je dan, en dan kun je hier nog wel even wat doorvragen. En je kunt zeggen, nou, ik wil ChatGPT gebruiken of Bart. En dan kun je er zeg maar een beetje makkelijk gebruik van maken. Voor wie zou dat interessant zijn? Ja. Pijnloos, je kunt het negeren en af en toe kijk je er eens na en dan ga je het doen. Nou, tweede, wie schrijft er wel eens een e-mail? Dagelijks. Oh, wat fijn, je schrijft nog e-mails. Oké, nou, hier heb je dus ook een tweede ding, ga ik ook even laten zien.
Je zegt, ik heb een e-mailtje, je moet ingepland zijn. Je wilde ruim op tijd zijn. Wil je een kleedkamer gebruiken? Oké, whatever. Niet meer allemaal onzin. En ik zeg nu reply. En dan moet ik eigenlijk weer teruggaan van waar moest ik nou ook weer zijn en hoe. Er staan een heleboel conversaties onder. En ik zeg hier, write a reply. En dan zeg ik van nou, ik wil dan zeg maar dat ik kom. Ik wil geen kleedkamer, kun je het programma sturen? En ik kan ook even zeggen, zet alle details op een rij. En dan zegt hij, dan maakt hij een keurige nette e-mail daarvan. Zeg maar dat ik kom, kun je het programma sturen, bla bla bla. In tijd met bedoeling om ruim van tevoren aanwezig te zijn, om een laptop te testen. Hij haalt dat allemaal uit. En ik kan het even zien en ik druk op een knop en ik ben klaar. Dat zijn de twee makkelijkste manieren waardoor jij gewoon, als je dit doet, ben je gewoon binnen 2 maanden een expert. Want dan denk je van, oh, dat is handig, maar hoe doe je dit en hoe doe je dat? Dan gebruik je het op een hele makkelijke manier. Hoe fijn vinden wij het om lekker te typen met ChatGPT? En daar lekker een vraag in te stellen. Allemaal lekker klik, 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 lekker, klik. Dat is natuurlijk echt helemaal niet leuk. Het is veel leuker om gewoon dingen te vragen en ermee te spreken. Nou, dat ga ik nu eventjes live laten zien. Je kunt dat nu downloaden in je App Store. Ga niet weg voordat je die ding hebt gedownload. En dan is even heel belangrijk, als je dat dan doet, als je dat die App Store pakt, ik laat even zien. Als je daar ChatGPT intypt, wat krijg je dan? Een hele bak. Hier ChatGPT, all AI chatbots. En hier heb je ChatGPT en hier heb je ChatGPT. Allemaal ChatGPT's. Degene die echt is, is de enige die wit is. En die is wit en die is van OpenAI. En dan heb ik hier nu een klein oortelefoontje. Zien jullie dat? Ja. En zeg, oké. En nu gaan we even iets meer creatiefs doen. Zeg van, oké. Ik ga naar de film van Napoleon. En Napoleon, en ik weet helemaal niks van die man. Maar kun je van mij even, ik wil met jou in discussie gaan wie Napoleon is. En ik wil dat jij doet alsof je de zus bent van Napoleon. En dat jij met die broer hebt moeten leven. En ik wil weten hoe irritant hij was, hoe leuk hij was. En ik wil met jou dat je mij gewoon daar verhaaltjes over vertelt. Zou je dat willen doen, alsjeblieft? En het maakt niet uit welk onderwerp je... Een leuke en creatieve manier om meer te leren over Napoleon. Dus ik ben dan de zus van Napoleon. Laten we doen alsof ik de zus van Napoleon ben. En ik je verhalen vertel over hoe het was om met hem op te groeien. Hey, Napoleon lijkt mij echt een hele lieve, leuke broer die alleen maar dol op zijn zus was en alles voor jou deed. Klopt dat? Ach ja, als je het zo bekijkt. Napoleon. Oh, dat is een interessante kijk op Napoleon. Toen hij keizer werd, gaf hij zijn broers en zussen titels en macht. Wat laat zien dat hij om ons gaf. Als zijn zus in dit verhaal, zou ik zeggen dat Napoleon zeker momenten had waarop hij lief en attent kon zijn. Hij had een sterke familieband en waardeerde zijn naasten. Maar zoals elke broer hadden we onze ups en downs. Hij was beschermend en had een sterke wil om voor zijn familie te zorgen. Je moet dus gewoon ChatGPT trainen om te doen wat jij wil. Je zit in IT, hè, en dan gaat het erom hoe kun je nou dat ChatGPT laten werken dat hij echt gewoon slim en intelligent vragen stelt. Nou, dan heb je daarvoor AI at work. Dan kun je zeggen je bent een software engineer. En dan heb je hier, jij bent een software engineer met 30 jaar experience. Your task is to offer deep dive into consultation in the client issue. Bla 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 bla. Knik het erin. En daarna, hè, dan zeg je, hallo, ik ben Alfred, ik ben een software engineer. Ik wil een boeteapplicatie maken voor het ministerie van Justitie. Maak een opzet. Interessant project. Dan ga ik eerst even wat vragen stellen voordat ik weet wat jij op een gegeven moment gaat doen. Van, wat is het bedoeld voor intern of voor het publiek? Welke functionaliteiten? Zijn er technologische eisen? Welke beveiliging? Bla, bla, bla. En hij gaat met jou in discussie, of ja, hij of zij, net zolang tot hij weet wat het is. En dan komt hij met een advies. En dan kun je ook nog zeggen, maak het programma alvast gewoon even. Maak een setup voor mij eigenlijk op dit ogenblik. Dit is een leuke manier om ChatGPT te gebruiken. Normaal is het vraag, antwoord, vraag, vraag, antwoord. Dit is dat je zegt, je bent nu agent GPT. En de opdracht is, ga gewoon naar alle websites en bezoek over het internet naar alle platformen waar aanbestedingen plaatsvinden. En haal die aanbestedingen over IT met dit en dit en dit en dit en dat en dat en dat. En zo onder die en die voorwaarden. Haal daar gewoon al die aanbestedingen op. Analyseer ze. Schrijf een concept, voorstel hoe wij erop zouden kunnen reageren als bedrijf. Stuur het naar jou. En als jij zegt ja, dan stuur ik ze gewoon verder door en doe de communicatie ook. Die betaalde versie, die kan ook nog gewoon zeggen, hey, deze fiets, hoe kan ik dat ding, help me om het zadel lager te zetten.
En dan zegt hij, nou, je moet dit doen, dat doen, zus doen, zo doen. En we zeggen, nou, de lever, is dit de lever? Nee, dat is niet de lever, dat is een bolt. Je moet een Allen wrench hebben. Oh, what the hell, here's my manual toe. Welke moet ik gebruiken? Oh, zegt hij, je moet dit ding moet je gebruiken in de gereedschapslist. Hij weet dus gewoon, hoe je hebt de right tool in de left section. There's a set called labeled. Hij kan dit gewoon lezen en hij kan zeggen, dit gereedschap moet je gebruiken om dat te doen. Oké, dan iets simpeler. Wanneer kan ik hier parkeren? Kan ik hier nu parkeren? Want we hebben cleaning, school days. We hebben exceptions, wanneer de vakantie is en zo. Kun je hier parkeren nu? Nou, en dan zeg even dat aan ChatGPT, die analyseert dat allemaal. Die zegt, ja, je kunt hier parkeren voor 1 uur om 4, van 4 tot 5 kun je parkeren. Jullie snappen dit, hè? Dit is psychologische dingen. Nou, zou ChatGPT dit begrijpen? Je gooit dit gewoon erin en zegt, what the hell is dit? En dan zegt hij, aha, in de first panel iedereen denkt dat ze hetzelfde vinden. In de second panel denken ze, oh shit, we hebben het door. In de derde panel, aha, is er een moment dat kunnen samen doen. In de laatste panel, dan zeggen ze van, we hebben een consensus. It seems to highlight de importantie van communicatie, elkaar begrijpen en alignen. Het suggereert dat het individuals, ook al denken dat ze het met elkaar eens zijn, het helemaal niet met elkaar eens zijn. Daar snapt toch echt helemaal niemand wat van. Wat blijkt dat? Dit is een map of the brain. The brain. De alle regia, alle regions, de pathways, de senses, de neurotransmitters. En dit legt uit hoe de brein werkt. Nou, dat zou je toch echt gewoon niet verzinnen. Dat is gewoon echt te bizar voor woorden. Nou, wat je dan nog kunt doen als laatste. Je kunt ChatGPT nu helemaal gebruiken om een eigen GPT te maken. Die speciaal is om alle mensen die bezig zijn met het verkoop van magazines. Om die op een gegeven moment te leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Die antwoord geeft op jouw manier van vragen. En dan weet dat ding van, hey, als ik een magazine wil maken, dan moet ik eigenlijk dit soort bedrijven gaan zoeken. En dan moet ik dit soort teksten gooien. En deze offerte werkte beter, of deze aanbieding werkte beter dan die aanbieding. En dat maakt hij dan, en dat traint hij, dat houdt hij confidential. En hij traint dus echt met alle data die gewoon met jouw bedrijf zijn, maar hij geeft dat niet aan anderen. Dus dan maak je je eigen ChatGPT voor het verkoop van magazines in een stad. Heb ik je in ieder geval iets laten zien wat die emotionaliteit, dat echt geen saaie IT is. Het bevrijdt je van de standaard manieren waarop die computers zeg maar ons gedwongen hebben om te communiceren. Ja. En wat jouw job is. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, mooi. Vragen? Super. Ja. Dan gaan we nu naar de Rijswijkse borrel. Dank jullie wel. Ik heb ChatGPT heb ik al geïnstalleerd op de computer. En heb ik ons wat dingen gevraagd, maar dat er zoveel meer achter zit als wat hij zei. Zij vertelde, dat had ik niet gedacht. Ja, de presentatie was heel leuk. Werd goed gegeven. Heeft lekkere dynamiek. Ja, hij neemt je mee in zijn enthousiasme voor AI. Ik wist al wel wat AI was en ik gebruik het ook al. Maar wat hij vertelde over de betaalde versie en hoeveel beter die is en waar dan de nuance verschillen zitten, dat vond ik wel interessant. Ja.